Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we overwegend veel bewolking boven ons land. Maar ook in de landen om ons heen is vrij veel bewolking aanwezig, bijvoorbeeld in Engeland en Ierland, in Denemarken en in Duitsland. In het zuiden boven de Alpen ligt een hoogdrukgebied en daar zien we weinig bewolking. Datzelfde hoogdrukgebied vinden we terug op de weerkaart. Wij hebben te maken met een stroming vanuit het westen. Overwegend veel bewolking komt onze kant op, met soms wat lichtregen of motregen. Maar rustiger is het in de omgeving van het hoge drukgebied en daar is weinig bewolking aanwezig. Maar wij hebben het komende etmaal te maken met overwegend veel bewolking. Het is wel vaak droog. De temperatuur daalt vannacht naar 3 graden in het oosten van het land, tot 5 of 6 graden langs de kust en er waait een matige zuidwestelijke wind. Morgen zien we overwegend veel bewolking. Met name in het noorden kan het soms enige tijd eventjes druilerig zijn. In het midden en zuiden van het land blijft het vaker droog. En misschien dat morgen in de middag de zon even in het zuiden tevoorschijn komt. Met een middagtemperatuur van 7 graden in Groningen tot 10 in het zuiden van het land is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Maar het waait stevig vanuit het zuidwesten. En ook vrijdag en het weekend hebben we te maken met een zuidwestelijke wind. Vrijdag is het veelal grijs en soms regenachtig, maar het blijft vaker droog. En het is opnieuw zacht met 9 of 10 graden. En ook op zaterdag is het overwegend droog. Misschien later op de zaterdag wat regen. En met 10 of 11 graden is het dan super zacht. Op zondag draait de wind naar het westen, klaart het wat vaker op. We zien de zon vaker, maar er kan ook nog een enkele bui vallen. En als we dan kijken naar de kans op winterweer voor de komende dagen, nou, dat is de komende dagen vrijwel heel. In ieder geval tot en met volgende week maandag. Maar in de tweede helft van de week, dan gaat de temperatuur naar beneden en neemt de kans op vorst toe. Maar de verwachting voor die termijn is vrij onzeker. Ik ben Diane Woei van weerplaza.nl.